Het is wel nice om op te rijden trouwens. Dat is hard. Wow. Mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie zin hebben. Doe even een duimpje omhoog als jij de vlogs awesome vindt. En als jij zin hebt in meer vlogs, laat het zeker even weten. Want dan regelen we dat gewoon. Vandaag gaan we weer verder. Nou ja, eigenlijk met verhuizen. We hadden een koelkast besteld. Hadden jullie misschien verteld. Werd niet geleverd, bladibladibla. Dus nu hebben we een tijdelijke vervanger. En dat is deze boy. Het is onze kleine Call of Duty koelkast die Maisha had gekocht. Kijk nou jongens, dit is gewoon onze tijdelijke koelkast. Ik zal even wat dingetjes inzetten, we hebben een lekker 0% radertje. Oh, past niet. Oh my god, Will. Oké, wacht even, moeten we dit even eruit halen. Zo, yeah, past er gewoon in. Maar kennen mensen hem? Ja, ik had het net al gezegd, I'm sorry. Oh lol, Timo hangt er trouwens weer. Yeah. Timo! Dit is onze bewaker, zeg maar. Als je binnenkomt, dan gaat hij eerst kijken of je wel waardig genoeg bent om helemaal binnen te komen, toch? Ja. Dat was het idee. Maar ja, dit is dus de koelkast. Ik moet hem niet te lang laten openstaan. Oh, wacht even. We moeten nog een... die radler is al gedronken. Hebben we nog iets? Schat, je moet iets in de koelkast doen. Doe iets in de koelkast. Snel. 3, 2, 1. Tonijn. Perfect. Alleen, we hebben een meter nodig, want we gaan naar die IKEA. Maar dan moeten we een badkamerkastje gaan kopen. Ja. Maar weet je waar de meter is? Nee. Oh. Zullen we dat dan met je been doen? Ja, één halige been. En hoe lang is dat dan? Een been. Eén been. Maar dat is waar, net als in Amerika, één voet is gewoon één voet. Ja, we gaan dus eerst nog even naar de Gamma om daar een machine te kopen waarmee we alle kleden en zo kunnen reinigen. Het is niet zozeer dat de kleden heel vies zijn. Het is alleen, tijdens de verhuizing heeft gewoon iedereen eroverheen gelopen. Het is gewoon lekker om een lekker fris kleed te hebben. En we gaan het ook gebruiken voor de trap. Gewoon nieuwe trap, nieuwe stoommachine. Die gaan we dus even huren en gaan we alles schoonmaken. Hier ligt trouwens de kleden. Die moeten dus allemaal nog even schoongemaakt worden. Want dan kunnen we die ook in de kamers gaan leggen. Dan heb je veel minder akoestiek. En hier heb je ook al, je hebt nog een beetje die echo. Al je merkt wel echt dat het helpt dat er dingen in het huis staan. Want hoe meer spullen in het huis staan, hoe minder de echo wordt die je hoort op camera. Of gewoon überhaupt in het leven. Maar ja, wij gaan dus nu door naar de Gamma om te kijken of we daar even iets kunnen huren. Nee, we moeten eerst eten. Eten. We weten totaal niet waar, want we zijn nieuw in de buurt. Dus we gaan wel kijken of we ergens eten kunnen scoren. Eten? Eten. Oh, heerlijk. Het is echt net een beetje kamperen zo. Want we hebben nog de borden en zo weten niet echt precies waar die liggen. Nope. Dus we zijn alles gewoon lekker aan het uitpakken. Maar we hebben gewoon heerlijk, wat is dit? Rosbief? Ja. Rosbief gehaald met lekkere verse broodjes. Die gaan we nu heerlijk eten. Super lekker. Vind je het ook lekker? Super lekker. Yeah. Yo guys, zoals jullie waarschijnlijk al weten heb ik een tijdje mijn Volkswagen Polo gehad. Het was een super chille auto. Zeker voor een eerste keer dat ik zo van, nou, weet je wel, het is gewoon een leuke, toffe eerste auto. Maar uiteindelijk ben ik toch naar een upgrade gegaan. En die ga ik jullie vandaag laten zien in deze nieuwe auto kleine vlog segment. Guys, ik zal er niet verder omheen draaien. Dit is hem! Fout gaan. Time to do the tapijt. Let's go. Alright guys, mijn even zonder grap. Dit is een schoonmaakmiddel. Het heet namelijk de Pussy 100. Uitstekende naam, goed gekozen. Pussy 100. Kan bijna niets mis aan zijn. En dan denk je natuurlijk, wat is dat? Nou, dat is gewoon een tapijtreiniger. Dus ik heb hier een hele mooie slang, die een soort van stofzuiger. Hij lekt een beetje en dat komt omdat er water uit komt. Je kan hem aanzetten en dan spuit er dus water uit. Ik ga nu niet spuiten, maar dat heb ik net gedaan. Want als je kijkt naar de trap,
is het helemaal zijknat. We hebben de hele trap vol gespoten met water uit de pussy. In ieder geval, nu kunnen we het dus ook gaan opzuigen. Want er zit een soort van zuigmondje op. Dus nu kunnen we, als het goed is, alles gaan opzuigen. En dan komt het hier in deze bak. En dan is, als het goed is, de trap weer redelijk droog. Dus laten we dat proberen. Nou, na dat stukje tapijt reinigen, hebben we ook nog even de bureaus in elkaar gezet voor de studio. En ik ga jullie het eindresultaat laten zien, dames en heren. Wow. Massive. En Maisha zit al... Ben je al klaar om te werken? Is dit je werkstoel? Dit is mijn werkstoel. Ja, hij is een beetje... Oh. Die je nou scheet? Nee. Ja. Nee, ik wiebel. Ja, dat is toch juist chill, zo'n wiebelstoel. Ja, als een schommelstoel. Ja. Vind je dat leuk? Ik vind dat wel cool. Wil je erin? Altijd. Nee, guys, jullie kunnen het hier zien. Als je dus binnenkomt, heb ik dus aan de linkerkant gewoon twee bureaus neergezet die we ook nog in België hadden. En daar komen dan uiteraard dus mijn pc, mijn mixer en alles op te staan. Maar ik denk dat ik nog wel genoeg ruimte heb om ook nog andere dingetjes op te zetten. Wat denk jij? Zoals misschien mappen voor administratie. Iedereen denkt natuurlijk dat je als YouTuber eigenlijk alleen maar de hele dag filmpjes maakt. Maar dat is helaas niet waar. Er zijn heel veel dingen bij, omdat je echt een eigen bedrijf hebt. Dus je moet ook zorgen dat je belasting doet, dat je alles noteert, al je financiële stukken op orde hebt. En noem allemaal heel saai. Toch? Heel saai. Heel saai. Ook al heb ik het wel gestudeerd, maar het is wel saai. Het moet ook zo precies zijn. Want elk cijfertje moet kloppen, want anders klopt dat weer niet en dat weer niet. En dan vergeet je daar iets en dan betaal je te weinig en dan krijg je een boete. En dan... Ja. En ze weten je altijd te vinden ook. Of verhuis je naar België of naar Frankrijk of naar iets van de Malediven of zo. Oh, ja. Wat ook heel veel mensen doen, daar geld heen sluizen. Ja. Ze vinden je altijd. Dus daar is dan dit bureautje voor. Daar ga ik gewoon al mijn administratie en zo doen. En hier komt dan de setup. Yay. We moeten alleen nog even kijken hoe we dan precies de lampen en zo gaan neerzetten. Want die lampen die staan normaal erachter. Je ziet hem hier ook staan. Ze zijn best flinke lampen voor de greenscreen. Alleen daardoor kan hij dus niet tegen de muur aanstaan. Maar ja, we moeten maar kijken hoe we dat allemaal gaan doen, toch? Ja, dat komt wel goed. Komt allemaal goed. Komt altijd goed. Eeuw, ik wil het niet zien. Ik richt hem op jou. Ik kijk niet naar de camera. Kijk naar de camera. Zie je vijand. Kijk hem in zijn slijmige oogjes aan. Ik zet hem gewoon buiten, jongens. Dit soort beestjes hoeven niet dood. Buiten trap ik hem neer. Nee. Oh. Wow, liefie. Ja, het zit hier helemaal vol, jongens. Moet je zien. Dit is hier een slakkenorgie. Dit zijn ook allemaal naakt slakken. Kijk, kom eens buiten. Dat zijn er echt vier op elkaar. Kijk. Oh, oh my god, ze zitten op elkaar. Hier. Wat doen ze? Pak jij vredig het voer? Nou, durf ik niet meer. Straks zitten er meer erin. Nee, joh. Echt niet? Yes. Jongens, dat is al één reden om een vriendin te hebben. Gewoon puur omdat je lol kan hebben om een bank te maken. Na dat avontuurtje is het tijd om dan de vlog af te sluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even dat duimpje omhoog. Dat zou ik weer super leuk vinden. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je elke ochtend om 7 uur een video wil. En elke middag om 5 uur een nieuwe video. En zie ik je heel graag volgende keer bij de nieuwe vlog. Ik hoop dat je een hele fijne ochtend, middag of avond hebt. En tot volgende keer, mensen. Ciao.